In Tiel is zondagmiddag het wereldrecord muziekquiz verbroken. Er deden 562 mensen mee aan de quiz, goed voor een nieuw wereldrecord. Een professionele jury van Guinness World Records hield toezicht. Aan Richard van Baal, eigenaar van Café de Merkt, vroegen we waar het idee vandaan kwam om dit te organiseren. Een aantal jaren organiseren wij al in samenwerking met Menno Jonkers pubquiz binnen altijd. Elk jaar doen we er 1-2 keer per jaar. En vorig jaar heb ik aan Menno gevraagd of hij weer een nieuwe pubquiz voor dit jaar wil ontwerpen. En toen kwam hij met het idee om het buiten te doen, had hij een keer ergens meegemaakt. En om daar een Guinness Book of Records attempt aan vast te hangen. Het is redelijk, het is redelijk ambitieus natuurlijk, hè, die recordpoging. Ja, zeker. Ja, die jongens hebben er hard aan getrokken. Die hebben een aantal vrijwilligers om zich heen. Een hele leuke groep jongens en meiden die het organiseren. En die zijn volledig bezig geweest met sponsoren zoeken, quiz in de websites. Ja, ze zijn echt druk bezig geweest, die mannen en vrouwen. De organisatie is professioneel opgezet en was tot in de puntjes geregeld. Vlak voor de start van de recordpoging was er een gezonde spanning. De officiële laatste inschrijvingen vinden nu plaats. Huip, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Op de site hebben we voldoende aanmeldingen. Gelukkig, maar ja, je weet natuurlijk nooit of iedereen op komt dagen. Daar gaan we wel vanuit. Prachtig weer, dus daar gaan we wel vanuit. Maar vandaag de dag kunnen we ook nog inschrijven en dat gaat al heel goed, zoals jullie achter mij kunnen zien. Beetje spannend allemaal? Ja, nou, spannend, gezonde spanning. Ja. Ja, ik ga ervan uit dat we het halen. En dat is inderdaad gelukt. Het oude record van ruim 400 deelnemers werd verpulverd door deze poging in Tiel. Dat het er serieus aan toe ging, bleek ook uit het feit dat er een officiële jury was. Official attempt witness, wat houdt dat in? Wij zijn getuigen, wij houden in de gaten wat de andere vrijwilligers de bandjes uitdelen, hoeveel deelnemers er zijn. En wij staan er weer boven om het nog een keer extra te controleren. Oké, en als de telling uiteindelijk plaats gaat vinden? Dan zijn wij met z'n tweeën aanwezig, twee getuigen, samen met de mevrouw van de Guinness, die hier naartoe is gekomen, gaan we samen tellen en kijken wie erin en eruit zijn gegaan. Alle bijzonderheden gaan we vastleggen. Ben jij onkoopbaar? Natuurlijk zijn we niet onkoopbaar. Geld is wel fijn, maar we zijn niet onkoopbaar. Nee, zeker niet. Nee. Het prachtige weer, de superband en nog veel meer zorgt er voor de juiste sfeer. De rode rakkers gaan winnen! Sheda, welcome in Tiel, Guinness World Records book. You're here officially. Why? I'm here today to witness the official record attempt for the largest music quiz here in Tiel, Holland. And this record is based for the greatest number of people participating in a music quiz. So for each record which we have at Guinness World Records, we have international guidelines which needed to be followed. And the guidelines for this record is that the quiz must last at least 30 minutes and each participant must be participating in the quiz. And for the purposes of this record as well, a quiz is defined as a competition in which questions related to music are being asked. All kinds of cues. All kinds of music. Plus, of course, they have to surpass, break the current record, which is also in Holland at the moment, with 433 participants. So in general, my job as the official adjudicator from Guinness World Records is to observe on spot if the international guidelines from Guinness World Records are being followed. And if this is the case, I am happy to present the certificate and verify the record. What are your expectations? Well, 433 people is not an easy number, but when I look around, it looks like people are coming. So I would say in about 1 hour, they said they will start to let the people in. So looks good. Well, but you never can tell in advance. We'll see. Het prachtige weer, de superband die zorgde voor de juiste sfeer, dat zorgde ervoor dat de deelnemers in grote getale op het festijn afkwamen. We spraken met een aantal deelnemers. Ik zie hier de team nummer 28 staan. Ja, de vrienden van de kroket. De vrienden van de? Kroket. We hebben net een kroket op ook. Aha. Voor aanvang. Hey, en wat is jullie kracht? Waar gaan jullie voor? Nou, we hebben een jeugdige speler voor de vragen van de muziek van nu. En we hebben mensen van allerlei soort. Dat komt wel goed, denk ik. Wij gaan wel voor de winst. Ja,
Jullie komen goed beslaagd ten ijs. Ja. We hebben geoefend. Zet hem op. Dankjewel. Hartstikke leuk. Jij gaat ook meedoen? Ja. Heb je er zin in? Jazeker. Ja. Heb je je een beetje voorbereid? Nee. Jij hebt gewoon kennis? Ja. Laten we het daar maar ophouden, ja. Nee, ik hoor net dat ik meedeed. Doe. Oké. Ja, officieel team, toch? Ja, absoluut. Dus ja, maar dat is net besloten. Dus ik heb me niet voorbereid. Okay, maar wat is jouw specialiteit? De jaren? Bier drinken. Oké. Dus ik ben voor de omzet, ik ben de runner. Dus ik ga halen. Ja, dat is ook belangrijk. Heel belangrijk. Dat is het belangrijkste. Ja, dat gaat jou lukken? Ja, absoluut. Dat weet ik zeker. Nou, ik zie hier ook een officieel team staan. Hoe gaat het? Ja, het is heel druk mee met de voorbereidingen vooral. Hoe heb je je voorbereid? Mentaal. Heel goed, heel goed. Ja, allemaal vragen bekeken. De lead zanger van de Sex Pistols. Sorry? De lead zanger van de Sex Pistols. Ken ik niet. Johnny Rotten. Ian Dury. Ian Dury. Hey, veel succes, hè. Team nummer 39, wat is jullie kracht? Onze kracht is het bier. Ja, het bier is onze kracht. Absoluut. Dus jullie gaan echt voor de winst? Ja, absoluut, absoluut. En er staan mensen hier voor ons, ook heel goed. Ze kunnen altijd een beetje kijken. En dan komt het goed. Wethouder Melissen sprak voor aanvang de deelnemers toe. Maar namens de gemeente Tiel wil ik zeggen, we zijn er trots op dat iedereen hier is. En we zijn er nog trots op dat er mensen zijn die dit risico aandurven om dit te organiseren. En om te zorgen dat iedereen er is. En een groot applaus daarvoor. De quiz zelf zat goed in elkaar. Vragen als wie zong de titelsong van The Lion King, welk land won het vaakst het Songfestival en hoeveel nummer 1 hits heeft Marco Borsato gescoord, passeerden de revue. De organisatie heeft al laten weten volgend jaar weer een Lages muziekquiz te willen organiseren.